De authentieke gevelstenen van basisschool de Klokkenberg liggen weer op het terrein van de school. De stenen hebben een lange tijd tussen het bouwafval gelegen op een braakliggend terrein. Nadat werd besloten dat de gevelstenen niet in het nieuwe schoolgebouw verwerkt zouden worden, de stenen liggen momenteel in de tuin van de Klokkenberg. Het bestuur van de school bekijkt nu de mogelijkheid om de stenen te laten renoveren. Daarvoor zijn al offertes aangevraagd. Het bestuur benadrukt dat het nooit de intentie is geweest om de stenen als oud veld te dumpen. De school verloor de stenen uit het oog nadat deze waren verplaatst door bouwvakkers. Omdat de gemeente in eerste instantie had beloofd de stenen op te halen, ging de school ervan uit dat dat ook was gebeurd.